Don't walk away from me. Don't walk away from me. Ja, zoals jullie zien zijn we weer op de dijk en daar gaat maar toch een jacht. Oh, wat een ding, wat een kanjer. Kanonnen. Erg wat een ding. Maar ja, ik ben niet alleen. Nee. Ik zal nog verder inzoomen. Mooi hoor. Een Rijka heb ik dus los, dat kon er net niet. En nou even wel. Ja, en dan ben ik weer blij mee. Dus nou, ik had er later ook voor het weten te duwen. En dan komt weer een auto aan en dan waren ik ook. Oh, dit gaat stoppen. Hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een nieuwe vlog van Corinna Eindbeestenbol. Het is vandaag alweer reeds vrijdag de 21ste van de 7e 2023. Ja, mijn Haiti had jarig kunnen zijn, oftewel mijn stiefvader had vandaag jarig kunnen zijn. En die is al heel, heel erg lang. Daarboven, oh, ik weet niet hoe lang. Het staat wel op mijn kalender. Ook op de kalender staat dan hoe oud hij dan had kunnen wezen. Uit mijn hoofd zou ik het allemaal niet meer weten. Maar in ieder geval maakt het ook allemaal niet uit. Ik hoop dat hij daar een beter leven heeft dan wij hier op aarde. En hij zal wel meekijken en meegenieten met wat wij doen. Of niet meegenieten, want ja, wat valt er in principe te genieten met dat zootje hier op aarde. Maar dat maakt ook allemaal niet uit. Nee, ik lach er maar even om. Maar in ieder geval, hij was 3 jaar jonger dan mijn moeder. En mijn moeder is van 1923. En die is overleden. Jeetje, oh jeetje, oh jeetje, oh jeetje. 2010. En mijn vader al veel eerder. Vele jaren eerder. Maar ja, reken maar uit. Ik doe dat niet voor jullie. Als jullie dat willen weten, dan reken jullie het zelf maar uit. Hij was 3 jaar jonger dan mijn moeder. Mijn moeder was van 1923. Dus ja, reken maar uit. Maar dat maakt allemaal verder niet uit. Ik weet wel dat ik weet, wat ik weet is dat Karin wel ook in een ander is, maar ik vind er nog niks van gehoord. Dan denk ik maar een plaatje van gekregen. Dat de komende week trainen onze NH90 Creos, weet ik hoe je dat uitspreekt, C-R-E-W-S, overdag. En in de avond, we vliegen tot uiterlijk de 12 uur in de nacht. En dan gaan ze ook heel laag over, dus ja, je moet niet schrikken, maar ik vind het erger voor die dieren, weet je. Dikken me nog aan toe. Alsof er weer heel wat aan de hand is. Ja, er is ook heel wat aan de hand. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, gewoon blijven genieten met degene wat jij doet of wat een ander doet. Geniet met mij mee, geniet met een ander mee. Doe gewoon leuk, ja. Ik ga lekker met meisjes lopen, ja. Daar doe ik goed aan. Hoe laat leven we? 2:10. Ja, ik heb een... hij was tweedehands. Maar voor mij nieuw tweedehands. Een legging gekocht. Ik vind het wel leuk, maar ik heb er een tuniekje erbij aan. Want ik had een shirtje, dat is weer vele malen korter. En dan kom je je billen te kwabbelen en te doen. Nee, daar hou ik niet van. Je moet wel, kijk, in huis oké, maar als je naar buiten moet, moet je, hè, ja, een beetje respectievelijk erover komen, vind ik. Maar ik vind het wel leuk en mijn jurkje past er ook goed, hoor, want ja, er zit zwart in en mijn jurkje is ook zwart. Er zit wel zilver in, maar dat doet er even niet toe. Het is een camouflage legging, hè, ja.
Ik had eerst dat roze t-shirtje erbij aan die ik gisteren aan had. Maar ja, dan komen die billen eronder uit en daar hou ik niet van. Nee, dat moet langer wezen. Ik heb moderne vlotte bijlopen op je leven, op je oude leeftijd. Maar het moet niet te wezen. Ik ga wel, maar ja, andere week heb ik een afspraak bij puntje. Dus zoek dat maar uit. En jullie komen er vanzelf wel achter en er wordt er heel wat eraf gehaald en weer wat bijgedaan. Ja, rara, waar ga ik naartoe? Maar ja, deze vlog moet dan nog online komen wanneer ik er al geweest ben. Ja, maar oké, dat zijn de sleutels, die moet ik ook mee. Dat kan ik even blijven leggen, moet ik trouwens in de schuur even opruimen. En het moet Mario hebben, vraag of die iets wil hebben. Dan komt dat ook allemaal goed, voor in de tuin, tenminste niet in haar tuin, maar ze hebben groentetuintjes. Nou, dat moet water hebben, maar ik heb hier een heleboel spullen voor water te geven. Dus ja, wie weet. Maar dat komt ook allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed, geniet van alles en geniet een beetje mee. Zo, lieve vrienden, ik ga eventjes boodschappen doen. Bij de FOMA natuurlijk. Ik moet weer het een en ander hebben. Ja, dus ja, mijn brood raakt ook op. Ik ben met het laatste brood bezig. Dus ja, dan moet ik wel weer even nieuw halen. Kan ik de vriezer daar weer mee vullen ook. Dus het komt helemaal goed. Nee, even ze nog niet gezien. Ik had naar Karin een appje gestuurd. Het is ook trouwens vreemd weer. Je weet eigenlijk niet wat je aan moet. Nee, dan is het koud, dan is het warm, dan komt de zon weer door, dan gaat de zon weer weg, dan is het koud en het is bewolkt. Heel vreemd weer. Ja, zolang de regen maar wegblijft, vind ik het allemaal goed. Ik zal even kijken, even op buien, onder Adar. Oh, daar blijft het droog, dan op die ander. Nou, kom op, laden. Die blijft maar draaien. Gaan we die weer sluiten. Weer opnieuw. Daar blijft het ook droog. Dus helemaal toppie. Nou. En dan komt het allemaal wel goed. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden. Gewoon erop uitgaan dan. Het blijft droog. Dus ga er buiten vitamintjes naar binnen halen. Ja, ik doe mijn vest aan en meer ook niet. Ik ga op de booster en ik ga ook lekker even naar buiten. Ja, vitamintjes ophalen. De meisjes zijn er net al lekker even uit geweest, et cetera. En als het weer zo mag blijven zoals nu, dan ga ik vanavond even met Elwin de dijk op. Ja. En dan neem ik jullie gewoon weer gezellig mee. Ja, dat gaan we doen. Maar dat is pas later op de dag. Ik zou zeggen, voor nu, geniet van alles. Ja, en nou zit ik weer lekker heerlijk even aan de eettafel, want ik heb boodschappen gedaan. Ik zal eerst die telefoon even zachter zetten, want die blijft brommen zo. Zo, we gaan mee. Ik heb boodschappen gedaan, het staat hier naast me. Voilà. En ik ben ook weer even bij Big Bazaar geweest. Hebben weer een nieuw geurtje gehad. Ja, en we blijven gewoon ook komen bij Big Bazaar. Ja, ja. Ja, ik ben gewoon super blij. Want ze blijven. Ja, hier in Den Helder blijven ze. Ja, echt waar. Dus wanneer ik had weer nieuwe spullen binnenkomen. Want dat was allemaal op een laag pitje gezet natuurlijk. Maar wanneer ze daar weer mee beginnen, ja, dat weten we niet. De meeste vakken zijn leeg. En er zijn nog maar een paar vakken helemaal erg vol. Het monstertje van deze, die stond boven, was zielig met nog een ander monstertje. Maar de doosjes, die stonden beneden, ja, moet je ook maar weten, weet je, dus helemaal goed. Hé, hey, ja, kom je even doen, schatje. Oh, je bent ook zo lief, hè, ja. Mijn snoepjes waren ook bijna op, dus ga ik even nieuw, want dat zakje was een kleintje, die kwam ook bij Bikkerzaal vandaan. En deze is weer duurder, die is ook weer groter. Die komt weer bij de FOMA vandaan. Nou, natuurlijk ga ik, omdat ik nou geen bounty kan krijgen. Voilà, dan maar dit. Het is wel veel malen duurder, maar het is ook een heleboel, hè.
twee, drie, ja, zes. Die leggen we even daar neer. Dan heb ik twee van die en twee van die. Nou, dat moet naar boven. Ik moet hem niet genieten voor jou. Nee, zou je wel willen, ja. Twee roze, twee groene, dat zijn make-up doekjes. Ja, dat moet dus ook naar boven toe. Voilà. Nou, ik leg het daar maar even neer zo. Hé? Jij bent een skatie, hoor. Ja! Yummy, yummy, yummy. Dat ga ik zo meteen lekker even opsmullen. Twee croissantjes met hamkaas. Dus lekker. Nou, dan heb ik twee flessen ginger ale en één fles, hoe heet die troep? Ik heb het hier ook nog staan. Oh nee. Dan pak ik deze wel. Vergeet iedere keer hoe het heet. Ja. Cranberry. Ja, echt waar. En ik heb het embleem gezien van, met het kikkertje. Nou, dat wil je niet gaan kopen, lieve mensen. Echt niet. Producten waar die embleem op staat, het is een nieuw embleem met een kikkertje. De meesten denken van, dat het gezond is. Nee, alles is behalve waar. Het is dus niet waar. Het is verbonden aan het WEF. Zoek op internet, wat is het WEF? Nou, daar is Maxima aan verbonden. Het hele zootje daar in Den Haag, ja. Dus dat wil je niet eten. Nee, neem dat van mij aan. Daar zit troep in. Dat is, ja, misschien ook wel ongedierte erbij in. Gemalen ongedierte. Ik moet even mijn diertje naar binnen halen. En dat is geen ongedierte, nee. Dat is meneertje Kandal. Ja, echt waar. Die wil weer naar binnen. Ik heb hem er net uit, ja. Kun je nagaan. Huppetepup. Nou, kom dan maar. Ja. Goed zo, kind. Ja. 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 Oh ja? Oh, is het zo? Ja. En toen? Oh, nou dat wist ik niet. Nee, dat wist ik niet. Ja. Mijn vrouwtje is bezig. Vrouwtje moet weer even door. Mag dat? Ja? Doen we dat. Ja. Nou. En ik heb lekker koffie nodig. Dan heb ik natuurlijk die weer. En ik heb brood. Ik heb haarlak. Ik heb twee flessen ginger ale. Dat had ik al gezegd. En ik heb die voor de bonte was. Ja. Dus het komt helemaal goed. Ik ga lekker de boel opruimen en mijn koffie doen en een koekje eten. Nee, niet waar. Dit ga ik eten. Ja, mijn croissantjes. Dus het komt helemaal goed, ik zeg. Ga gewoon vol goede moed en tot later. En ja, ik zou eigenlijk maar naar de dijk, maar het is roodje koud. Ja, vind ik tenminste, maar wie ben ik? Elwin kennen we tegen, maar ik zal zometeen eventjes dan een dubbele jas aan gaan doen. Twee dunne jassen, ja. Dan moet het kunnen. Maar ik ga eerst nou lekker even dat opeten en dan heb ik tenminste weer wat gehad. En een bakje koffie en de troep opruimen. En dan zien we wel weer. Ja toch, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Ja, zoals jullie zien zijn we weer op de dijk en daar gaat me toch een jacht. Wow, wat een ding, wat een kanjer. Kanonnen. Echt wat een ding. Maar ja, ik ben niet alleen. Nee. Ik zal nog even verder inzoomen. Ah, een ding, wat een ding. En het waait best. Ja.
Ja. Ik ben nog steeds in de aquarium ingezoomd. Daar hebben we dan Elwin. En die gaan we zo meteen loskoppelen. Maar dan rij je nog even een klein stukje verder. Hè? Ga je even mee? Kijk uit. Oh, maar. Kom eens hier, schat. Kom eens hier. Ik zal vrouw hier loskoppelen. Doe maar. Sam is er dus niet bij, hè? Moet je niet zwemmen, kind? Ja, je moet even voor
weet niet wat die hond doet. Goed zo, gaan we weer verder? Door de ring om de mobiel vast te houden. Dus ja, ik ruim jullie weer even op. En Rijka heb ik dus los. Dat kon er net niet. En nou even wel. Ja, en daar ben ik weer blij mee. Het is nou enkel door water ook voort weten te duwen. En er komt weer een auto aan en dan word ik ook. Oh, die gaat stoppen, gelukkig. Dus ja, ze loopt los. Maar ik ruim jullie wel weer op. Ja, jullie hebben het gezien. Ja, kijk, is er wacht mooi. Dus, nou, tot later. Zo, we zijn weer thuis. Ik was met Elwing al thuis van de dijk. Die heeft gezommen tot jullie, tenminste gezommen. Ze is erin geweest, laat ik het zo maar even zeggen. Ze is een heel eind aan het rennen geweest. Ze is een heel eind gewoon aan het lopen geweest. Ze heeft zelfs los naast me gelopen, want dan had ze het niet meer. Zo is ze ook nog even gaan zitten en de neus lekker in de lucht. Zo. Van ruiken en neus rond zitten te kijken en toen ging ze weer verder. Nou ja, oké, moet kunnen toch? Ja. En ik ben net met Rijka ook uit geweest en dat hebben we ook gezien. Want ja, ze liep even los. Ja, de heenweg, de hele heenweg kon er niet. Er was een al honden en er waren er een paar bij. Ja, ik weet niet wat daarmee is, maar die zijn volgens mij verkeerd opgevoed. Ieder voor zich. En dan heb ik Rijka en Elwing sowieso niet los als ze die zien lopen. Nee, dan hou ik ze vast. En bij de drukke weg heb ik ze ook vast. Maar dan kwam ik weer op de gracht en dan keek om me heen. Ik dacht, nou, niks te bekennen qua hond. Hoppata, lot jij. Had ze een stukje los kunnen lopen. Nou, ze hield me ook in de gaten en ik zei hier dat ze weer vast moest. Toen zei ik, hier komen. En ze kwam gelijk. Nou, toppie toch. Ja. Mijn meisjes. Ja, ik ben beren trots op ze. Ik ga nou een bakje koffie maken en nog een broodje. Want ik moest voor Overbuk om Rijka dus weer vast te maken. En toen kwam mijn maag omhoog. Ik denk ook, broodje eten als ik thuis kom. En even druppeltjes voor Dr. Vogel innemen. Dan gaat het ook weer over. Dus ja. Komt helemaal goed. Ik ga televisie kijken en een vlog in elkaar zetten. En ik wens jullie natuurlijk allemaal, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle avond. En geniet ervan. Ik zou zeggen tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer 1 uur 42. Dus we leven alweer op zaterdag. Maar ja, we gaan eerst een beetje toe voordat we echt weer welkom heten. We gaan nu zeggen welterusten. En slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal. God die houdt over ons allen de wacht. En ik zeg alleen nog maar tot aan de andere kant van de nacht.